Hallo Flappert, ik ben Elias Verhulst en we... Flappies. Flappert. Slet, oei, wat een stofwolk. Ja hè, wat een stofwolk. Ongelooflijk. We zijn hier dus vandaag in... Waar zijn we, Jonathan? Oh, sorry. Dus we gaan even de pincode van Elias weergeven. En het is nu momenteel 7 voor 9. En we gaan trefballen. Ready? Ja. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Zoeken. Ik zei hier niks aan de zon, dan moet ik ze niet echt kakken. Melissa? Ah, Melissa zit het op de pot, volgens mij. Oh, sorry. Oei, je ziet mij helemaal niet. Oh, wacht hoor, even dat licht. Hoe zit dat hier? Hey Flappies, ik ben in Leuven. En ik moet nu naar de marathonradio, dus ik ga daar nu naartoe gaan. Ah, ik vind dat zo'n leuk lied. Ik vind dat een loopliedje. Dat is echt een perfect looplied. Wel, in het begin had ik zoiets van elke dag een TikTok posten, maar op den duur wordt het zo geleefd en dan is het ook zo niet meer spontaan of zo. Dus nu wacht ik eigenlijk totdat ik een leuk idee heb. En als het komt, komt het. En als het niet komt, ja, dan zie je niks op mijn sociale media. Wel, iedereen vraagt me altijd waar dat dan vandaan komt, maar ik heb eigenlijk echt geen verklaring daarvoor. Totaal niet. Dat is plots gekomen, dat is gewoon makkelijk om te zeggen. Ik vind flap, flappy, dat klinkt gewoon leuk. En als ik uw naam niet weet ofzo, dan is dat ook makkelijk gewoon om flap te zeggen. I am the one, the way you're done. Afgevinkt van de lijst is een korte introductie van Jonathan Bedard. Oké, okay, yes. We zijn al op de gelijkste. Wacht, we gaan even met de lift naar boven. We zijn al op gelijkloos. Ja, dus dit was echt een gemiste kans. Maar we gaan lekker vreten in Brussel, want we hebben honger. En we gaan, wat gaan we eten? Ik weet het nu. We gaan niks zoeken. Niks zo gezond, dan moet ik ze niet echt kakken. Dit zijn weer van die kartonnen ritjes. Ik wist het. Ik zet die camera nog maar aan en het geklaag begint al. Dat is echt... Weet je, ik heb er een keer op gelet, maar we zijn eigenlijk echt heel grote klagers. Ja? Ja. Hoe dan? Dat is echt, wij klagen echt heel veel. Ik heb er een keer op gelet in mijn vlog, dat we echt op alles iets te zeggen hebben. Ja, maar ik heb dat sowieso in het algemeen wel. Ik heb echt op alles commentaar van, dat stinkt hier. Dat is wel redelijk duur. Weet je trouwens daarnet, ik koop zo een beker watermeloen. En ik had tot veel zin om die stukken watermeloen op te vreten. In één keer gooit die meiden allemaal in de blender. Is dat een of andere rare shake geworden? Maar een watermeloen shake, dat heb ik nog nooit gedronken. Zo. Maar kijk, ik zal er maar heel blij mee zijn. Letten, oei, wat een stofwolk. Ja hè? Wat een stofwolk. Ongelooflijk. Is dat de dingen van de catwalk? Maar wat is hier de bedoeling van? Ah, maar dat is mist. Heb nee, je dat? Dat is van dat... Ah nee, dat is van dat ding. Maar volgens mij is dat voor de planten of zo water te geven. Heel lang wij moeten betalen. Ah, oké, okay, wacht. We gaan even de pincode van Elias weergeven. Oh. Wat is dat? 73. Doen we de eerste weg? Ik denk die. Ja. Het gaat hier alweer helemaal fout. Helemaal maar paniek is in het dit? Huis. Ik snap er ook niks van. Ik denk dat het hierin is. We zijn onderweg. Oeh! Heb je dat niet gezien? Dat was een keigoede bult. Ja, dat is een verkeersdrempel, daar moet je overrijden en Jonathan. Maar ik dacht dat hij daar in een rotvaart overging. Maar nee! Nee, oké, okay, maar wij gaan naar de VRT, want we moeten trefbaltoernooi doen. En het is nu momenteel 7 voor 9. En we gaan trefballen. Zo geen zin in. Dat is ook zo lang geleden bij mij, echt waar. Dat is zo lang geleden. Ja, maar dat was wel altijd het spel dat ik leuk vond op de jeugdschool. Ik vond dat heel leuk en dat was het enige wat ik een beetje kon. Ja. Als ze zo zeiden we gaan volleyballen, was ik echt zo van nee, mijn handen gaan kapot spelen. Oh, en dan stond die leerkracht daar weer. Zo, en dan moet je... Toetsen! Toetsen! We gaan vandaag leren toetsen, elk jaar een lesje toetsen. Ja, en dat doet geen pijn. Ondertussen heel mijn handen waren echt gewoon afgebrand. Nou, jij hebt weer een gaatje in je broek. Ja. Groter dan het gat in de ozonlaag. Hoe zien wij eruit? Nee, ik vind dat we er echt leuk uitzien. Oké, okay, hey Flappies, wij zijn hier nu voor het, hoe noemt dat ding, trefbal battle toernooi. En wij zijn team TikTok dat natuurlijk gaat winnen met Elias Verwild en Steffi Murphy. Yay! Wij kregen de kleur geel toegewezen waar we allemaal enorm blij mee waren. Ja, de schoonheidsprijs ga je niet winnen. Echt, ik wil net vloggen, maar wacht, ik heb hier copyright op. Hey Flappies, we zijn hier nu in Van der Valk. En ik ben hier met Milan. Hij is nog nooit in mijn vlog gekomen, volgens mij. Melissa? Ah, Melissa zit op de pot, volgens mij. Ja, we zitten hier dus op Van der Valk Hotel in Maastricht.
in Maastricht. Want ik had jullie over Kopshow. En toen dacht ik, kom, we gaan er een keileuk Maastricht weekend aan koppelen. Dus we gaan nu een nachtje in Maastricht blijven slapen. Okay. Ja. Dan krijg je al spookjes toegediend. Kijk, ik zal even een room tour doen, want dat is helemaal hip. Kijk, dit is een bad. Dit is de douche. Dit ben ik. Superleuk. En dit is Melissa. Hi. Hoe gaat het, Flappy? Goed, hoe met jou? En kijk, dit is de kamer. Heel mooi gedaan. Van de Valk 10 punten op 10. Ach, zitten we lekker bakkietje doen hier op Maastricht? Oh, wat leuk. Ik de vibe. We zijn gaan shoppen. Ik heb koffie gekocht en een trui. Dus ik ben helemaal in de vibe. Lekker bitterbal. Ja, ik ga voor de tastings. Ja. Wat een smaaksensatie. Scoren op 10? 7+. 7+. Dat doet mij altijd denken, zo bitterbalhapjes en zo dat lied. Cora van Mora. Ken je dat niet? Zo, wacht, ik ga even zingen voor jullie. We gaan dus lekker knallen, knallen met die ballen. Heerlijk in de mond, lekker heet, laat ze niet vallen. We gaan dus lekker, ken je dat niet? Knallen met die ballen. Cora, Mora, smullen is plezier. Lekker met wat bier. Oh. Het grootste kind van België is gearriveerd hoor. Goeiedag, we zitten weer aan de slush. Even een mooi sfeerbeeld van het fantastische park. Emilius, heb jij daar iets op te zeggen? Nee, oké. Okay. Ach, wat een leuke bootjes. Ach, wat leuk. Echt een vibe. Oh my god, wat gebeurt hier? De welgezonde XP. We pakken ook het meest ongezonde dieren. Croissantjes zijn super gezond. Van croissantjes krijg je schone tandjes. Ja, dat is waar. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hallo Flapperts, ik ben Elias Verhult. En Flappies. Flapperts. We zijn hier dus vandaag in... Waar zijn we, Jonathan? Oh, sorry, Instagram. Dat is nu echt mensen. Ik heb in mijn heel mijn leven nog nooit iemand ontmoet die zo schaamteloos boeren laat als Jonathan mij daar. Dat is gewoon... Goed dan. Dan zeggen ze iets van... Zowat de boerkjes van de Kempen. Dan denk ik, nee, de boerkjes van... Van waar zeg je nu? Van Gent. De boerkjes van Gent. Echt waar. We gaan even de decor snoven. Ik vind dat die ballon eigenlijk veel beter doen. Kom, wij gaan het decor veranderen. En deze meid is er ook weer al bij. Waar is die meid nu? Ah, deze meid is aan het vloggen. Woehoe! En hier in Smile Safari hebben we zelfs een buitenverblijf. Ongelooflijk. Met gras. Je kunt hier picknicken. Het is zo... Oh, Jonathan, er is een slak op je voet van dat echte gras. Oh my god! Ready? Ja. Kijk, en als het dan 10 op 10 zijn, bij hallo, hè. Ik ga dat ook nog eens doen. Jij gaat eraf flikkeren, sowieso. Maar nee, kom. Je kunt echt beter dan dat. Nee. Dat kan toch echt goed, hè? Jij BV. Ja, dat is hier met handtekeningen en al, hè? Amai. Wat een leuke trap. Hè? Kijk, wij springen. Ik hoop zo hard dat er op je bek gaat. Oh. Allee, dat zou wel leuk geweest zijn voor de vlog. Kijk, er is hier ook zo een dino. Echt lachen. En daar hebben ze zo'n ballenbad. Mega leuk. Tussen het foto's maken door even wat kroketten en pasta en echte tijd van ons leven, hè? Heerlijk. Meid, nog iets te zeggen? Nee. Oké. Okay. Ja, Flappies, ik en Elias zijn ook doorgegaan naar Fast and Furious, de avant-première in de Kinepolis in Brussel. Was superleuk. Ja, dikke merci dat we mochten komen, Kinepolis. En wie was nog? Denk Warner Bros. Dikke merci. Het was echt superleuk. Oh, sorry. Het was echt een drukke dag. Ik ben echt moe. Er waren allemaal leuke dingen om te doen, dat wel. Maar ik ben wel moe, ik ga eerlijk zijn. Het is nu ook iets na 12. Ik ga slapen. Maar ik wil jullie hartelijk bedanken om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden, de vlog. Dikke merci om te kijken en hopelijk zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Doei! Weet je wat ik wel altijd zo heb met zo'n Kinepolis? Ik krijg altijd zo'n popcorn. En 6 maanden later... Oei. 6 maanden later vind je nog zo van die velkens tussen je tanden. Degoutant.